Yeah. Right? Zo, tada! Dit is lekker voor mij, met kaas er ook op. En dit is voor Ro. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer maandag 19 augustus 2019. Het is nu 4 over 4. Ja. En ik begin weer laat, maar dat maakt het ook helemaal niet uit. Nee, maakt helemaal niet uit. Als ik maar vlog, ja toch, niet dan. Kijk, en mijn grote meisje die ligt daar. En Lofrie die ligt waarschijnlijk lekker op elkaar. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier met hetgeen en deen wat wij gaan doen. Dus we nemen jullie gewoon weer gezellig mee. Ja, nou, ik ben lekker nog bezig met vloggen maken. Ik moet er nou nog hierna van 12.08 tot en met 18.08. Dus het is nu 19.08. Dus ja, lekker. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vlogs moet ik maken. En ik had er 12. Dus gaat lekker. Ro is nog even bij zijn ouders geweest. Want die hadden een probleem met kabel. Met twee kabels. Ja, maar ze worden ook oud, hè. Dat kan ook gebeuren. Maakt helemaal niet uit. Nee, ik zal trouwens even mijn gordijn even openen. Want zo, kijk. Nou ben ik ook niet meer zo rood in mijn gezicht. Nee. Maar Rodi had ook al vanmiddag al eventjes de hondjes voor me uitgelaten. Want dan kon ik hiermee verder. En dan komt Ro zo meteen weer met Beauty deze kant op. Gezellig. En dan is het straks weer eten. En misschien ook nog, misschien. Of morgen even nog lekker. Ja, morgen. Of vandaag of morgen nog even lekker zwemmen. Dus dat zien we dan wel weer. Want we hebben vorige week helemaal niet gezwommen. Nee, slecht. Boring. Boring. Yep. Dus maar eerst dit sowieso eventjes een hoop inknallen. Ik doe er nu al van dat we 11... nee, niet 11. Ja hoor. 8 maanden met elkaar zijn getrouwd. Die, nou ja... Die hebben jullie al gezien. Dat was 26 augustus. Dus ja, gaat lekker. Willen jullie op en op de hand te kijken van Ro, hoe en hoe hij de was in de wasmachine doet? Jawel, hè. Een heleboel. Oké, nou. En nog wat meer erbij. Dat. Nou, en dan eens even kijken. Lukt dat? Jawel. Oké. En dan is mijn slipjes even nog als laatst, denk ik. Ja, ho maar, Ro. Schat. Hou maar, omdat die kleed er ook in zit. Oké. Dus. Even op roze handen kijken, mensen. Is leuk. Oh. Ik voel, doe jij er eigenlijk in? Nee, andere kant. Andere kant? Nee, hier. Dan bij 3 streepjes. Nee. Altijd daar. Oké, maak het uit. Want als je het daar doet, dan krijg je hier allemaal schuim. Oké. Maar hoeveel doe jij qua dat erin? Een half dopje. Een half dopje. Hoeveel doe jij erin? Jouw vingers kijken. Ja, je doet je best maar. Zo. Het mag wel lekker rijk hoor. Kijk, heb ik hier 2 koordjes. Deze is voor de wasmachine en droger. En deze, dat stak, is voor de licht. Ja. Uh-huh. En dan doe ik deze nog altijd even naar die kant. Dan is het vrij. Zwart. Gewoon dat. Okay. En dan dat. Het zie ik dat je dit erbij op. Zo. Zilt, ja. Ja. Cool. We hebben daar haar liggen. En Rodi mag dat zo meteen gaan doen. Zo meteen. Jij ligt lekker daar. Waar ligt je zus dan? Lig jij hier? Lig jij hier lekker?
Kijk dan. Ro, die moet jullie wat vertellen. Ro en ik hebben iets ons net wat opgevallen. Ja. Dat er eentje heel erg is veranderd. Ja. En het gaat om die daar. Wat merk jij? Ja, je merkt eigenlijk dat ze er niet is. Ja? Een soort van, ja goed. Je merkt eigenlijk niet dat ze er wel is. En ze is er wel, maar ze is heel rustig geworden. Ze was altijd van, nou, druk. Voortdurend heen en weer lopen. Ja. Willen spelen, voortdurend. Mm-hmm. Zoeken. Als ik even naar buiten ga om de vuilnis weg te gooien, is het van, nou, waar gaat hij naartoe? Ja. Paniek. Dan staat het zo, staat meteen achter me als ik wegging, zeg maar. En nu is het zo van, nou, we gaan er door. Oké, is goed. Mm-hmm. En soms ook niet, dan blijft ze liggen. Ik denk van, nou, prima. En als ik dan mijn jas begin aan te trekken, dan is het van, oh, er gebeurt iets. En dan komen alle drie de dames van, we gaan uit. Nou, nee. Nee, ik ga met de dame naar huis. De andere twee mogen hier blijven. Dat is een beetje erg druk in mijn huis. Dat is toch leuk? Dat wel, maar heb jij niks meer. Dat vind ik ook wel jammer. Dat is ook wel soms lekker hoor. Gewoon even, gewoon helemaal niks om je heen. Oké, ik zal de poes en de honden al meenemen naar mijn huis. Ja, rust. Een week lang. Ja? Een week lang, nou, dat hou ik niet vol hè. Maar gewoon, en maar gewoon misschien een nachtje of zo. Nou, ik zal beginnen met draakje mee te nemen. Ah, nou, nee. Dat wordt er maar niet hoor. Nee? Nee, maar daar zeg ik al mensen. Net zoals hoe Lady is, heel rustig. Is Lovely sowieso. Maar zij. Oh, zo heerlijk. Zij is nu zo en zo rustig. De rust zelf is ze geworden, denk ik zo. Toch? Ja. Ja. En jullie zien daar het raakje zit op de vensterbank. Hmm. Ja, en je wordt een beetje wazig zo, hè? Ja. Ja, kijk dan hoe dit ligt. Die ligt even lekker daar. Heb ik die daar eentje liggen en die daar eentje liggen. Oh, zo lief. Heb ik hier een hele grote zitten en niet liggen. Ik wil jullie wat laten zien. Ja. Hé? Hey. Oh, en nou ben je er weer klaar mee omdat ik aan het filmen ben? Ga erbij dan. Ga erbij dan. Ga erbij. Ga erbij dan. Nee. Lekker je zus. Nee. 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 Ga daar. Ga daar naartoe. Ja, daar ja. Hier zit hij. Kom hier dan. Kom hier. Zo. Zitten. Zitten jij. Zo. En toen. Toen had ik je vast. Oh, bij mama slijmen. Ah. Oh. Kun je het weer niet aan van je zus? Nou, ruimte. Zo, ik ben even aan het bakken. Daar komt nog wat in. Kippetje voor een kipvlees voor Ro, een kip voor mij. En ik ga even op Ro's handen kijken. Ja, dit is zo irritant om dit los te maken. Koop ook dus nooit zoiets met een blauw dop erop. Nee, zeker niet als je wilt bijvullen. Of juist leeg wil maken of inderdaad bijvullen. Ja, iets moet erbij. Maar ik ga dit daarin doen. Dus kom je zo meteen bij jullie. Zo, kijk, een heerlijke kipcurry met rijst. Ja. Dus inderdaad, lekkere kip met curry en rijst. Schat. Kip met rijst en curry. En jij hebt lekkere kipfilet. Lukt het een beetje, schat? Ja, dat gaat wel. Het eerste stuk kapot zien te krijgen, dan kom je er maar verder. Dat is mooi.
Hou mij er buiten, alsjeblieft. Oké, goed zo. Ga buiten staan hoor. Echt hè? Nou, dit kan gelijk de prullenbak in, want deze is leeg. Kijk, dat schiet er alweer op, hè, mensen? Ja, kijk. Daar liggen de dames. Lekker buiten. Echt, alle dames. Dit is lekker voor mij, met de kaas er ook op. Nee. En dit is voor Ro. Ook lekker met kaas erop. En hij vond het toch wel lekker. Mm-hmm. Niet verwacht. Dus, en het is ook weer nieuw voor hem, met rijst met kaas. Ja. Ja. Dus eet smakelijk. Nee, we hebben in ieder geval heerlijk en gegeten, sowieso. En Ro die heeft nog een behoorlijke stuk kip van me gehad. Want ik vond hem niet echt heel erg lekker. Misschien heeft hij te lang in de vriezer gelegen, kan ook. Dat de smaak er vanaf is. Maar zwemmen is hem sowieso niet geworden. Dus. Maar ik heb ook altijd tegen Ro gezegd, want straks begint school ook weer. Dat ik sowieso deze week en ook nog volgende week lekker aandacht aan mezelf en aan hem ga besteden. Ja. En ook aan de diertjes. Dus dat komt helemaal goed. We gaan ook nog leuke dingen doen. Ja, met de diertjes. Met de diertjes, lekker hard. Spelen, ja. Varen, lopen, rennen, fietsen, skiën. Oh nee. Nee, maar gewoon leuke dingen ook doen met en dat de dieren ook lekker mee kunnen. Ja. Morgen krijgen we weer geld. En mama gaat ook sowieso even morgen, dat gaan we wel morgen doen, even nieuwe broeken halen. Want mama die heeft nou broeken die niet meer mooi zitten. Nee. Atta. Niet gekrompen in de was. Nee. Jij bent gekrompen in de was. Nou, niet in de was, maar gewoon door alle operaties die ik heb gehad. Dus ja, ik laat dat morgen wel even zien met wat ik bedoel. Dus dat komt wel goed. Maar we gaan nu weer even Virgin verder kijken. Ja. Dus. Ja. Gezellig. Precies. Ja, nou. Ro is net naar huis. Die heeft de hondjes even uitgelaten. Toen kon ik eventjes een vlogje nog herinneren. Ik heb dus nu zo. Ik heb wat in mijn oog, jongens. Echt. Dat is niet fijn. Even kijken hoor. Ik heb dus nu nog. Nee. Dat is wat in mijn oog. Hier. Dat is niet fijn. Nee. Ik moet dus nu nog. Die kan weg, jongens. 1, 2, 3, 4. 4. 4 vlogs moet ik nog doen. En met deze, dus dat is 5. Ja, dus morgen weer een hoop vlogs weer even doen. Dus dan ben ik aardig bij. Ja, wat ik al zei. Rode heeft even de hondje even uitgelaten. Ik heb dus nu weer 1 vlog erin. Die is nu aan het renderen. Lady ligt nu lekker daar. Speedy, die zit erbij. Dus ja. Ik heb lekker wat drinken van Ro gekregen. We hebben een lijstje gemaakt voor wat we morgen gaan doen. Ja. Ik heb namelijk geld gekregen van mijn schoonouders. Dat was eigenlijk bedoeld voor, voor een nieuwe camera te kopen. Maar broeken gaan ook voor. Vooral als je dus inderdaad een maagverkleiding hebt gehad en 2 keer een buikwandcorrectie. En mijn gebit, dat ziet er ook niet uit. Nee, dat weet ik. Maar ja. Je moet soms prioriteiten stellen. Yep. We gaan morgen sowieso dieren wegen bij de dierenarts. Hè, je kan daar gewoon even naartoe met de hondjes. Even lekker wegen. Dus dat komt lekker in de vlog. We gaan broeken kopen bij Max 15 sowieso. Dan gaan we even naar Leidse Hagen / Mall of Netherlands. Naar de Olijfbar. Ro moet even wat dingen doen morgen voor de VVE. En misschien, wat ik eigenlijk al zei vandaag, zwemmen. Maar misschien eventueel morgen ook gewoon sowieso zwemmen. Ik wil het wel even gewoon weer even lekker baantje zwemmen. Ik wil het wel even bijhouden. Ja! Dus dat. Dan wil ik jullie weer onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog wel leuk? Zou ik zeggen, doe. Ja, abonneren. Reageren. Duimpje. Abonneren, reageren, duimpje. Ben ik nog zo achterlijk vandaag, mensen? Ik weet het niet. Nou ja, die andere 4 weet je wel, toch? Ja.
Hè? Ja. Doei, tot morgen!